Oproep aan Johan Derksen, oproep aan Voetbal Insight. Een ruggenprik kreeg, diep door zijn zenuwstelsel is dat heen gegaan. Daardoor kan hij niet lopen, niet praten, is hij spastisch. Maakt hij teksten via zijn ellebogen en hoopt hij dat mensen die teksten inrappen. Hij heeft een hele mooie tekst voor El Ghazi gemaakt. Gisteren was ik bij Dortmund met topspits Aubameyang. Over een week denk ik komt de vlog met hem uit. En hij heeft me uitgedaagd 1-1. Die komt ook nog uit. Ik ga er niks over vertellen. Check Touzani TV. Word abonnee voordat het te laat is. Je weet, het is gratis. Touzani! Hey! Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. En op deze vroege dinsdag staan we weer eens in de file mensen. Ja ja, Den Haag, Amsterdam, file. En vandaag is het echt gewoon veel en veel file. Ik zeg het je, als er een persoon is die het fileprobleem kan oplossen hier in Nederland, dan gaat diegene heel veel geld verdienen. Weet je hoeveel geld je dan bespaart? Wanneer alle mensen gewoon op tijd kunnen gaan werken, op tijd geld kunnen verdienen. En de kinderen die nu kijken en jullie willen later heel veel geld verdienen, los het fileprobleem op. Ik ben onderweg richting First. Het wordt weer een gezellig dagje First. En ja mensen, laat de dag maar beginnen en ik zeg, volg. Ik was deze camera gewoon vergeten in de auto. Maar goed, ik heb hem. Ga gelijk de straat op, straat interviews doen. Dus volg. Yalla boys, gooi die SO. Gooi gewoon die remix, je weet zelf, die DJ remix erbij. Yeah. Was het goed? Klonk wel goed toch? Dankjewel. We zijn vandaag op die snelle dingers. Snelle dingers. Echt een interview, normaal gesproken loop je echt 2 uur of zo loop je door de stad, vind je helemaal niks. Maar nu hier, even snel, zo, snelle jelle, half uurtje. Een paar klassen kwamen voorbij. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Weet toch? Wop, wop. En dan klaar, we hebben gefixt. Is dat onze tram? Yes. Gaan we rennen? We gaan rennen. Oké. Okay. Alright. Jongens, tot zometeen. Let's go. Rennen, Matty. Rennen voor de tram. Rennen, Nick. Rennen, Niffo. Rennen, Niffo. Rennen. Rennen voor die money. Rennen voor die money. Anders heb je alleen een Tony op zak. Super Marokkaan, Golf 6 SM hier. Mobile baan. Ik niet ergens een leuk dansshotje van dan. Van mijzelf. Hier. Hey. Weet je wat vervelend is? George had niks te doen. Maar ik ga George nu. Kijk, als jij niks te doen hebt, weet je, andere mensen hoeven niet te weten dat jij niks te doen hebt. Dan, want anders had ik nu dit aan het editen, snap je? Maar ja, George is die expert, weet je, waar ik 2 uur mee bezig ben op première, heeft hij binnen een half uurtje gefixt en nog veel beter ook. Hij doet die Oostblok edit, weet je toch? Hey, niet te veel praten aan het werk, hup. Fucking lachners, dat is waar we moe van worden. Ja mensen, ik kon nog een paar dingen kwijt over degene die mijn auto's heeft ingebroken. Er zijn een aantal signalementen die met elkaar overeenkomen. Ik heb echt een stuk van 40, 50 berichtjes binnengekregen van jullie, kijkers, Instagram, van alles en nog wat. En bepaalde dingen die komen overeen. Dus degene die dit kijkt en die het heeft gedaan, I will come for your ass. En no homo. Feutus aan zo'n goed moment ook ja. Om in je. Jij bent een feutus? Ik ben een feutus, ja. We zijn allemaal eigenlijk nog feutussen. Toch? Wat vind jij hiervan, George? Ja. Ben jij ook een feutus? Nee, ik ben al een volwassen man. Kan je uitleggen wat een feutus is? Ja, mijn baard, toch? Een feutus is toch nog zo'n klein babytje dat in een buikje zit. Is dat zo? Ja, je kan er ook zelf van maken. Schijnt. Van feutussen. Ja, is echt zo. En matzes. Maar echt. Ja, wat? Dat kan ik niet op de camera zeggen. Okay, dat is voor een volgende keer. 18 plus vlog. Oké, oké, oké. Goed, goed. Deze combinatie hebben jullie nog niet gezien, George en ik? Nee, ik ben nieuw. Ik ben vanuit de Thomas. Ja. Dus is dit je eerste keer dat je aan de desk zit? Nee, ik ben hier twice. Ah, oké, okay, dan hoef ik voor jou niks uit te leggen. Then you already know it. Dus Defano en Thomas die zijn er niet, want die zijn weer even. Jij bent vanuit Defano, ik ben Thomas.
Of andersom? Ja. Andersom. Tom was het meer. Maar ik ben, kijk hoe blank ik ben. Nee, maar je mag wel even de Fano zijn, dat is geen probleem. Dan heb ik vandaag swag. En dan is... Josh is dan Yusuf en jij bent dan Darcy, Gover. Ik ben Darcy, zeker weten. Oké. Ik heb het langste haar van jullie allemaal. Ja, maar jij moet Darcy haar programma overnemen. Ja, we gaan lieve Yusuf en lieve George doen zo meteen. Ja. En dan gaan we alle problemen van jullie onschuldige meisjes beantwoorden. 1 minuut voor live. Oh, 1 minuut voor live. Voel je die spanning? Kijk, voel je die spanning zo? Kijk, als het een echt tv-programma was en we zouden echt live gaan. Het is een echt tv-programma. Echt waar? Ja. Maar dit is first. Ja, maar dat is toch een tv-programma. Je komt nu live op tv. En niet gestoord, daarom was het. Het wordt alleen misschien iets minder bekeken dan RTL Late Night ofzo. Want ik maak RTL Late Night kapot met dit first. Ik weet, man. Oké, mensen, laat de uitzending maar beginnen. Vandaag in de show: The Space Quiz. Rank the Tuber. En gaan we praten met World. Dit is A! Woe! Die ging goed. Ja, die kunnen we wel, dat is wel lekker. Open jij? Ja. Goedemiddag, lieve kindertjes, kinderoude mensen. Ja, gezellig. Ja, hè? Heel gezellig. Ook en zoals jullie zien, zijn er twee andere presentatoren aan de desk. Want Thomas die is ziek. Beterschap voor jou, Thomas. En de Fano die is big things aan het regelen in Frankrijk. Yes. Dus wij nemen het over. Dus wij nemen het over. Ik ben hier met David, a.k.a. World. En hij is een opkomende talent. Ik heb een keertje Martin Garrix in de vlog gehad. Ja, ja. Vet. Ja, ja, dan moet je even een paar vlogs terugkijken. Dan kan je hem vinden. Samen met Hani Hanna, een hele goede vriend van mij en van hem. Dus die link is al snel gelegd. DJ Dyna is ook een keertje hier geweest. Ken je DJ Dyna? Ja, vast. Ken je hem niet? Nee. Wow. DJ Dyna, als je kijkt, kleren wel wat bij. Nee, maakt het niet uit. Maar als hij later een van de bekendste DJ's ooit is geworden, dan was hij bij mij als tweede in de vlog. Super tof. Wil je nog wat zeggen? Wil je nog wat? Luister mijn muziek. Luister zijn muziek. En waar kun je zijn muziek vinden? Google WRLD. WRLD mensen. Ja. Yeah. Het is de volgende dag. Ik weet dat die switch misschien heel raar is van ergens begin avond tot de volgende dag in de ochtend. Laat me even uitleggen. Gisteren kwam ik thuis, tenminste ik kwam niet thuis. Nadat ik klaar was in Amsterdam ben ik naar Sammy toe gereden. Alleen telkens wanneer ik zeg maar iemand kreeg in de auto of we gingen wat doen, zat de camera achter in de auto, weet je, in de kofferbak. En we waren aan het rijden, tenminste ik was aan het rijden. Dus dat ging niet goed. Toen gingen we even wat eten, voetbal gekeken, Real Madrid is door naar de volgende ronde van de Champions League. En Manchester City is ook door naar de volgende ronde van de Champions League. En toen ik gisteravond thuis kwam, was ik zo moe van alles, weet je. 'S ochtends vroeg weg, 's avonds laat thuis, viel ik meteen in slaap. En nu ben ik wakker en film ik dit. Maar goed, ik had het net over voetbal. Maar ik wil het graag hebben over een bepaald onderwerp. En dat is Voetbal Insight. Voetbal Insight, voor de mensen die het weten, dat is een praatprogramma dat gaat over voetbal. Weet je, het is nu al, vroeger heet het Voetbal International en nu is het veranderd naar Voetbal Insight. Ik volg het regelmatig, ik ben geabonneerd op een YouTube kanaal, ik kijk heel vaak naar de afleveringen en ik volg het al jaren. Ik volg het al jaren. Vroeger was ik die jongen die altijd na mijn training meteen naar huis fietste of met de tram zo snel mogelijk naar huis om even rustig te ontspannen na de training en toen keek ik Voetbal International, wat nu Voetbal Insight heet dus. Het is vandaag woensdag en het is dus maandag gebeurd in de uitzending maandag, ja. En toen kwam op een gegeven moment ter sprake in de uitzending over Marokkanen en voetbalclubs. Johan Derksen, die nam het woord en die gaf daar zijn mening over. Die vond dat heel vaak Marokkaanse jongens bij voetbalclubs ervoor zorgden dat er een soort van te grote kloof in verschillen en culturen, in normen en waarden ontstond. Waardoor de club niet meer zou kunnen functioneren. Eigenlijk dat de club kapot zou gaan, omdat er veel Marokkaanse jongens bij die club zijn aangesloten. Hij vertelde ook vaak dat er een heleboel Marokkaanse voetballers, profvoetballers, heel vaak met herrie of met problemen weggingen bij hun voetbalclub. En zijn standpunt die hij nam daarin, waarom hij zeg maar daar kennis over heeft en waarom hij dat vindt, is omdat hij zelf in Gouda heeft gewoond. En voor de mensen die het een beetje kennen vroeger, was daar een soort van probleem wat betreft Marokkanen. Net zoals wat we hier hadden in de Schilderswijk. Laat me even één ding duidelijk zeggen, mensen. Als jullie de video van hem nog niet hebben gezien, kan je dat checken. Link staat in de beschrijving. Kan je even daarop drukken. Bekijk de video en kom daarna weer terug naar wat ik te zeggen heb. Geloof me mensen, ik ben heel realistisch. Ik heb zelf
jarenlang gevoetbald. Ik ben zelf die Marokkaanse jongen die zat tussen de Marokkaanse jongens in die voetbalclub. En ik heb best wel vaak dingen meegemaakt waarvan ik dacht van, waarom gebeurt dit, weet je? Of ik ging erin mee en ik geef even voorbeeld. Bijvoorbeeld vroeger kwam de tegenstander en toen had een kleedkamer. En toen gingen daar een paar jongens van mijn team, die gingen dan naar die kleedkamer toe om even te kijken wat daar is. Weet je, dat soort dingen die gebeuren zeker. En ik heb ook best wel vaak meegemaakt dat de Marokkaanse jongens heel veel problemen of ruzie kregen bij die clubs en dat soort dingen. Maar ik heb ook meegemaakt dat ik gewoon in het team zat met vijf Marokkanen, drie Surinamers en vijf of zes Nederlanders. En dat ging perfect. We werden nog kampioen dat jaar. Dat ging helemaal perfect. Rechtsback stond een Dennis. En in de spits stond Mohamed. Mid stond Youssef. In het goal stond Fernando. Ik bedoel, waar hebben we het allemaal over? Weet je, ik vind zijn mening daarin over Johan Derks. Ik vind zijn mening, eigenlijk, het is niet racistisch. Tenminste, ik vind het zelf niet racistisch. Maar ik vind het best wel, ik vind dat het niet klopt. Omdat hij het misschien van een verkeerd perspectief heeft gezien. En dat hij vaak alleen maar negatieve dingen heeft gezien. Hij heeft het niet van alle kanten bekeken. Ik heb het van alle kanten bekeken. Ik heb het zowel van de negatieve kant gezien als van de positieve kant. In de negatieve zin klopt het zeker wat hij zegt. Dat er vaak clubs zijn die in een probleemwijk, tenminste in een wijk waar veel Marokkanen, dat hoeft niet een probleemwijk te zijn, maar in een wijk waar veel Marokkanen of veel Algetonen wonen, dat daar dan vaak ruzie ontstaat. Dat kan, maar er zijn ook genoeg voetbalclubs op te noemen. Ik kan er hier 3-4 opnoemen die gewoon super goed functioneren. Hier heb je Hercules, heb ik zelf bij gevoetbald. Je hebt hierachter heb je Rafa Houtwijk, tenminste dat heet nu FC Houtwijk, dat heb ik vroeger gevoetbald. Je hebt die Duno. Genoeg voetbalclubs. Je hebt Eskamp, je hebt VCS. Genoeg voetbalclubs waar het gewoon perfect gaat. En waar gewoon, waarvan ik zelf niks hoor. Want ik ken die jongens die daar spelen. Ik ken ze persoonlijk. Ik weet wat daar aan de hand is. Dus ik vind dat Johan in deze zin niet van alle kanten heeft kunnen zien en beleefd hoe het zeg maar gaat met die Marokkaanse jongens. En ook, als er een Marokkaanse jongen nu kijkt naar die video, die gaat misschien denken, praat ik over een jonge, hè, dus tussen de 8 en 12 jaar. Die gaat nu misschien denken van, ach, ik ben een Marokkaanse jongen, het zal vast wel uitlopen op problemen, weet je wat. Ik ga maar geven wat ze vragen. Ik ga maar geven wat ze willen. Want we zijn toch Marokkaan, want we brengen toch alleen maar problemen. En dat vind ik het ergste, want die jongen kan misschien wel de next Ibrahim Afellay of wat dan ook worden, weet je. Een Ziyech of El Ghazi, die jongen kan dat misschien worden. En door jouw woorden, Johan, als je dit kijkt, door jouw woorden kan dat misschien kapot gaan. Misschien niet direct, maar het kan een indirect effect hebben op die jongen. Want er zijn ook voorbeelden van voetballers die het wel gewoon goed doen in de profvoetbal. Of bijvoorbeeld een Abdou Aknouri. Heb ik al een keertje eerder in de vlog gezegd. Abdou Aknouri, een van de grootste talenten bij Ajax. Ik heb nog nooit iets verkeerds over hem gehoord bij Ajax. Nog nooit. En het is zo'n goede voetballer. En om te zeggen van ja, dat de meeste Marokkanen gebeuren dit bij de clubs. En kijk maar naar die club, kijk maar naar die club. Ik vind dat, zoals jij dat zelf zei over Wilders, ongenuanceerd. Hey. Dus bij deze, hier wil ik eigenlijk tot mijn punt komen, een oproep aan Johan Derks, een oproep aan Voetbal Insight. Ik zou heel graag die discussie met jullie aan willen gaan. Ik weet dat je natuurlijk contact kan opzoeken, dit en dat. Maar ik denk dat het makkelijkste is via de vlog. Ik denk dat het ook heel goed is om te praten. Dat Johan praat met mij. De jongen, de Marokkaanse jongen die is opgegroeid tussen de Marokkaanse voetballers. En zelf natuurlijk één is geweest en natuurlijk nog steeds van voetbal houdt. En natuurlijk ook nog steeds van het programma houdt van Voetbal Insight. Ik denk dat het heel tof is om die discussie aan te gaan. En het hoeft niet per se een discussie te zijn, maar het kan ook net zo goed een interview of iets zijn. Als dat gefixt kan worden, als iemand dat nu checkt en iemand kent of iets in die richting, laat het weten in de reacties of stuur me een berichtje en tag zoveel mogelijk iets wat met hun te maken heeft, weet je. Dus tag zoveel mogelijk Voetbal Insight of dat soort dingen. En dat misschien dat het dan ergens bij jullie terecht gaat komen. Dat wilde ik nog even gezegd hebben, mensen. Het is de volgende dag, dus ik moet alweer gaan beginnen met de volgende vlog. Dus ik ga de vlog hier ook afsluiten. Dus vond je dit een leuke vlog, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. En vergeet natuurlijk ook niet om hieronder reactie achter te laten. En vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een... Pauw!
voorbij. Ik kan niet kijken van de zijkant. Soms raak je even iemand kwijt. Maar ik heb nergens spijt van. Maar wie staat er aan je zij? En wie vecht er met je mee tot het eind dan? Lagen vliegen voorbij. We vechten tegen de klok, het is een strijd man.